Goed. Nou. Hallo beste mensen. Nou, zoals je ziet ben ik aan het tuinbonen aan het planten. Ja. Wat belangrijk is dat je 15 centimeter van een ander plantje doet. Oeh. Ja. En dan bij de duim maak je een gaatje. En dan doe je hem erin. En dan vul je het zand. Dan maak je hem mooi dicht. En dan nou, niet te ver. Niet te ver. Het zand bij het plantje. Maar net ongeveer een stukje eronder. Goed. Nou, ik ga eerst een paar plankjes erin zetten. En dan zeggen jullie wat dichterbij. Kunnen jullie wat dichterbij zien. Ja. Ik ben net helemaal naar beneden gevallen. Wie? Die vogel? Ja. Zo te zien ook. Steeds aan het filmen zit niet. Ja, ik heb hem aan, jongen. Nou ja, als je het gewoon overlegt, dan mag het wel hoor. Maar ik heb het netjes aan Beppie gevraagd, dus allemaal, en Beppie vond het goed, dus dan mag het. Zo. Ja, als een wortel aan zit, dan arm eraf. Een beetje kort met filmen, want probeer ik een beetje, want anders dan wil denk ik ook wel saai denk ik, dus ik vind het belangrijk om gewoon een stukje te laten zien hoe ik dat doe. Dan ga ik jullie even dichterbij zetten. Zo. Goed. Ja, ik denk dat het zo mooi is, dat jullie het zo goed kunnen zien. Dan zou ik het wel eventjes voor beeld. Goed. Bak weer wat deze kant op zetten. Zo. Ja, bak een plantje. Dan haal je die eraf. Ja. Kijk, dan doe je 15 centimeter. Deze kan je wel even neerzetten. Zo. Ja, dan maak ik een kuiltje. Ik merk nu dat de planten gewoon echt super leuk is. Dus ik ga het lekker doen. Ik denk de komende weken. Nou, dan zet hem erin. Dan doe je mooi zand eromheen. Misschien een heel klein beetje aandrukken nog. Zo. Nou, zo ga je door. We moeten nog een heel eind, dus helemaal tot aan de andere kant. Dus ja, ik ben nog wel even bezig. Maar het is prachtig mooi weer. En dit is ook gewoon het lekkers met zulke temperatuurtjes. Temperaturen. Oeh.
Nou. Nou, ik heb jullie een stukje laten zien. Ja, ik hou het hierbij. Ja. Ik hoop dat jullie genoten hebben.